zo'n paard ook. Op het moment dat jij eraan gaat trekken, het wordt niet beter. Het wordt slechter. Het paard wordt sterker, die komt er alleen maar tegenin. En wat gebeurt er? Jij begint het paard heel goed door te krijgen. En dat zal met je vrienden of vriendinnen ook met sommige mensen hebben. Dat je precies een heel aardig... Ben jij zelf... Dat je heel rustig en zachtjes doet? Dat is het. Dat is het. Weet je, als je bij, ik snap hem eigenlijk heel goed. Kijk, rooien en falen. Ik was vroeger echt keelknalrood. Dat is nu een beetje af. Als je mij op een bepaalde manier iets zegt, of een, weet je, iets wat dwingendachtig toont, dan staan we ja, voor je in je zadel zitten. Heel goed. Nou, en dan voel je hier en dan staat hij weer een beetje zo aan dat hoge standje. Weet je, dit is, hij is eigenlijk echt, want ik heb best een aantal tuigpangen in mijn les. Ik vind hem eigenlijk de minst erg. Het enige wat we doen is gewoon handstil contact. Oh, nee, geen gedaan met het kontje. Daar het kontje niet goed. Weet je, dit is ook een beetje onderdeel bij meneertje van één keer voelt het vriendelijk, de tweede keer al iets minder aardig. De derde keer kwam er misschien een god voorbij en heel snel naar de kamer en nu gewoon het ding doen. Weer al aan. En trainen is toch aan het eind van het liedje ook echt een kwestie van eindelijk. Peuteren. Ja. Weet je, kan je jezelf het raam zien? Nee. Zie je nu, hè, hoe robuust dat paard staat? Weet je, een echte dressuur, zeikentraining. Dan zou nu misschien zeggen van, dat linkerachterwende staat 20 centimeter achter. Nou, ik denk, weet je, lekker belangrijk. Ik vind dat paard eigenlijk nu zo goed voor jou, hij staat steady. Dit is, ik kan volgens mij, kan jij in mijn 90 kilo er tegenaan gaan beuken. De paard krijgt niet van zijn plek. Die stond daar zo. Heel goed. Zachthand. Je maakt je lang. Je sluit je knie zachthand. Knijp. Het enige wat je hand doet, moet dat hoofd naar beneden houden. Zachthand. Super. Kuit eraan. Houd het achterbeen eronder. Hand stil, heel stil. Stil. Jij maakt geen beweging die niet nodig is. Dat is goed. En zondag kom ik de rest. Perfect, helemaal goed. Het is een vast fijne avond. Hoi. Ik vind dit ook, hè, heel beschaafd hoe je begint. Weet je, dat paard is, hè, laten we wel weten, dat paard is 15. Is geen oud paard, hoor je mij niet zeggen. Maar wat ik wel belangrijk, handjes stil, doodstil in de hand. Precies. Weet je, als ik ochtends, en je moeder waarschijnlijk ook, als wij ochtends ons bed uitkomen, jij bent nog op de leeftijd, hè, dan spring je zo, weet je, geen moeder gaat bij jou. Maar vroeger sprong ik echt aan de bed uit en dan laat de dag maar beginnen. Ja, als je mij nu af en ochtends ziet, dan is het echt een hoop gekraak. En dan kom ik mijn bed weer uit en ik heb pijn in mijn rug, en ik heb pijn in mijn benen, weet je, dat lekker allemaal. Dan heb ik ook gewoon even 10 minuten, kwartiertje gewoon nodig. Hoe vraag ik het? De toon bepaalt hoe iets overkomt. Met paard heb je en weer kijken naar voren. Top. Goed zo, klaar, remmetje terug. Weet je, want je gaat nu niet de fout maken dat je dan los naar voren, naar voren, naar voren in die baan lopen jetsen. Je rijdt gewoon helemaal voor je kleine intervalletjes. Je rijdt een stukje weg, je rijdt een stukje terug. Je duwt hem naar buiten met je middenbeen. En duw me naar buiten, naar ons. Hey, voel je, nou gaat hij eigenlijk al aan. Ja. En ik vind hem keurig in de hoofdhals houden. Kijk, technisch mag hij nog een klein beetje ronder worden, maar voor het begin vind ik het goed zat. Ja, dan ben jij zo in het begin maar een beetje aan het gymnastiseren. Doe je net alsof je midden een pionnetje staat. Draai je naar de pionnetje toe, zet je ogen een beetje aan binnenhoog. Maar op zo'n denkbeeldig pionnetje hier in het midden van je cirkel. Want als een van jouw onderdelen, een van jouw taken als trainster, is dat paard gymnastiseren en sterk maken. Want dat is trainen. Draai de bocht om, draaien. Heel goed. Nou, en als jij dan voelt van, nou, dat doet hij eigenlijk best heel goed, ga je dat paard niet tarten, dan maar naar buiten. Maak maar groter, duw maar naar buiten. Twee handen naar buiten naar de muur duwen. Haal dat neusje wat naar binnen, duw je gewicht naar je rechterheup en naar je recht, dan maar naar buiten. Ja, heel goed. En kijk, als je dan denkt, hè, bedenkt, een beetje doet alsof jouw stijgbeugels pedalen zijn van een fiets.
En dan kan je zo, dus als je die grot een beetje kleiner wil maken, doe je iets meer even in je binnenpaal. Ga dat proberen, kijk en draai naar binnen. Klein tikje bij. Ik zal nooit bedoelen, hè, als ik het aantik, dat hij hard moet. Ik word super. En die kijkt hem ook niet helemaal lekker de bocht om. Ja, kijk de bocht maar op. Kijk maar heel goed. Nou, voor hem al een topvolt, of niet? Ja, vind ik ook. Groter maken. Weet je, je weet dat hij het een moeilijke opdracht vindt. Het is natuurlijk super. Veerkrachtig, recht op stoel zitten, borst ervoor, kin omhoog. En weer, naar buiten, naar buiten, naar buiten. Want wist je nog les 1? Heb ik je 3 van die hele duidelijke standaard. Pak ik het allemaal lekker straks hoor. Jij bepaalt, wist je nog? Jij bepaalt waar die loopt. Dat betekent zoveel als jij hebt de regie in het sturen. Jij bepaalt hoe die loopt. Jij bepaalt de hoofd-halshouding, of dat die er hoog op loopt, of dat die er laag in loopt. Dus jij bepaalt waar die loopt, jij bepaalt hoe die loopt. En jij bepaalt wat voor tempo die loopt, niet? Precies. Nou, dit film ga je wel lekker 20 keer kijken. En als ik het je dan volgende week allemaal vraag, dan rolt het allemaal paraat kennis zo je mond uit. Oké. Nou, dan gaan we eens kijken of het inderdaad daadwerkelijk zo is waar ik het net over had. Jij bepaalt waar hij loopt. Kun jij een hele mooie kleinere cirkel rijden? En dan niet van een soort van globaal van, oké, okay, kom ons een beetje daarachtig uit. Nee, puntjes kiezen. Naar binnen draaien, kleiner. Draaien. Draaien. Heel goed. Jij bepaalt hoe die loopt. Jij bepaalt je hoofd-halshouding. Wat vind je van je hoofd-halshouding? Niet best? Ja, ik vind het ook supergoed juist. Weet je, dus dat je ook vooral niet denkt, hè, als ik iets zeg van, ik denk van, hij zal wel wat te mekker hebben. Nee, helemaal niet. Jij bepaalt waar hij loopt. Zet maar naar buiten weg. Ook onder en groter. Hop, tik, tik, tik achter je been. En naar buiten leunen. In je buitenbeugel duwen. Naar buiten. Naar buiten. En je ziet de Patty, in het indraaien van die volter, moet hij de binnenachterbeen meer gaan dragen. Moet hij, doordat hij dat binnenachterbeen meer eronder trekt, krijgt hij buiging in zijn lichaam. Op het moment dat jij vanuit dat volte sluiten die volte weer groter maakt, gymnastiseer je weer dat linkerachterbeen, moet je dat linkerbeen eronder zetten en voor dat buitenachterbeen naar buiten wegzetten. Nou ja, jij weet je opdracht. Dit ga je gewoon eens even lekker 5 keer rijden. En als je dat dan naar links om denkt van nou, eitje, makkelijk en goed, nou, dan ga je hem veranderen van hand, ga je op de andere kant rijden. En zo probeer ik je, dus niet wat jij op de manege deed, je bent een beetje rondjes aan het rijden. Maar ik probeer jou te leren om een paard te trainen. Ik denk een hele andere categorie, super. En groter. 2 handen naar de muur. En naar die kop naar binnen. En duwen naar buiten. Als ik jou aan de linkerkant een duw geef, vlieg je het goud naar rechts. Zo moet het met paardrijden ook zijn. Als jij met een eenzijdige kuit rukkelt, dus een paard direct en naar de muur wijken. Helemaal naar de muur, naar de muur. Je kop naar binnen. En schop hem eens aan met je linkerbeen, zo'n pot verdikken me. Zo is dat. En denk je af en toe weer even naar die kamer die opgeruimd moet worden. Je hebt geen zin om het 10 keer te vragen. Weet je, onze vragen, nu ga je een beetje doorvragen dat hij een beetje ronder komt. Vraag me door. Vraag me door. Op die binnenteugel houd je wat stelling. Geef je wat rijden. Ja? Die buitenteugel moet je zak nageven. 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 Neus naar binnen. Nou, wat ik nu heel graag zou willen zien, volgt een beetje aan de meid. Vind je bed net heel goed binnen door. Tik, tik achter je been. Hop. Aan die motor. Tik, tik achter je been. Tik, tik achter je been. En houd die logica erin. Naarmate die cirkel kleiner wordt, moet dat paard meer stellen en meer buigen, toch? Kijk eens. De lijn van de grote volt is zo. De lijn van de kleine volt is zo. Dus in die kleine volt maak je het moeilijker. Pak je je teugels ietsjes korter. Wie bepaalt waar die loopt? Zie je hem? Naar het midden. Want er staat nog steeds een pionnetje op het midden. Kijk hier zo tussen deze TL-rij brand. Die TL-balken zijn uit. En dan ga jij proberen tussen deze twee TL-lijnen te blijven rijden die hier vlak om de AC-lijn. Kijk eens omhoog. Kijk, daar is aan wat niet brand en daarom is naar binnen. Naar binnen. Hey, volgens mij, hoe groot is die stal van de paard? Ik schat zo 2x3. Jij? Kan die ook de bocht om, toch? Dan zie je dat die ongeveer een draaicirkel nodig heeft van 28 meter. Hop, de bocht om. Heel goed.
Oké, super. Klop hem op zijn hals, laat hals trekken rechtsaf eruit. Uitstekend. En ik denk ook hè, dat jij naarmate je meer les ook hebt gehad, Patty, je hebt ook veel meer inspiratie toch wanneer je zelf rijdt. Ja, weet je, en daarom probeer ik ook, ik denk dat je het ook wel merkt. Heb je tot nu toe één les gehad die hetzelfde was als de vorige? Nee. Ja, de paard is ook iedere keer in een andere bui. Wil u even een rondje stappen, dame en heer? En dan mag hoor. Even stappen, goed zo, klopt maar op dan. Die hals nu heeft, hou een beetje contact. Want jouw teugels zijn altijd als stofjes. Ja. En op in. Voel je gelijk die scherpte komen. Actief. Heel goed. En weet je, training, het is ook constant aftasten, zoeken van grenzen. Merk je hier in je stap ook. Laat je hem groot stappen. Dan ben je echt een beetje zo in het begin toch wel wat erin aan het rommelen. Je gaat, of hij kakkelt weer. En dan rommelt hij zo dat drabbeltje in. Dus het is echt zo heel erg blijven balanceren op het randje. Hij is voorwaarts. Ga niet hard. Weet je dat idee? Er is draagkracht. Hij doet. Kijk naar binnen. Draai naar binnen. Banaantje binnen. Want jij weet het, hè? Naarmate die volte kleiner wordt, down naar binnen met het linkerbeen. Rijden. Hey, heet dit nou eigenlijk kreunen van plezier? Ja. Ik weet het niet hoor. En de bocht op. Gisteren waren we aan het springen met die van mij. En ik heb echt in het begin. Ik heb zo'n moeilijk rijtje. Dus ik telkens te ontsnappen. Aan de buitenkant. Dus jij gaat hem in plaats van wat je altijd geleerd hebt, dan een beetje trekken naar die binnenteugel. Ga je hem van buiten naar binnen duwen. Ik vertelde jou eerder hè, dat als ik jou aan de binnenkant een duw geef, dat je naar buiten vliegt. Dan komt daar precies hetzelfde. Als jij hem nu van buiten naar binnen duwt, contact op je buitenhand. Heel goed. Niet tarten, groter maken. Kijk anders hè, als je ergens te lang in blijft hangen, wordt het een beetje de grote zoek. En dan weet je eigenlijk als je te lang ingetangen en dan komt er een moment, dan krijgt hij gewoon een beetje pijn in zijn lijf en dan is hij het ook zat. Ja, en dan voordat er allemaal rare dingen gebeuren, kan je beter weer zelf de regie in de hand houden. Actief. Aan die motor. Zo is dat. Het verhaal van als de motor uitvalt van een auto, valt die auto ook stil. Wij binnen door. En weer vol te sluiten. En borst naar voren, schouders terug, kin omhoog. Je ogen zijn je stuur. Je ziet hier een paar rollen liggen. Daar draai je naartoe. En doorrijden. Hop. En kijk een keer naar boven. En mikken. En naar binnen. En zacht in je rechterhand. Denk aan het, als jij een paard aan de hals trekt. Je trekt die kop naar rechts. Die kop van de rechts vliegt het lijf naar links. Zacht in je binnenland. Met je buitenbenen binnen inrijden en doorrijden. 1, 2. 1, 2. En vragen, nageven. Hoe is met de voeten? Ja, bedankt. Heel goed. Corrigeren. Dus altijd weer zelfkritisch zijn. Voelt de groter. Nagevelijk houden, dan maar naar de voelte paard. Dat van de twee. Groter. Hier, buiten. Daar die achterhand naar buiten. Stuur met je linkerhand een klein beetje bij. Dat is weer groot. En dan laat je weer nageven. En dan kijk je weer naar binnen. Ga je voelt weer sluiten. In een spiraal voor de vriendin.
en je teugels los te gooien en je hand weg te geven. Waar je naar nou probeert te streven, is naar een andere Wie is er hier streng, Patty? Wie is er hier streng? Patty, wie is er hier streng? Ja, dan ben ik gewoon even duidelijk, hoor jij natuurlijk zeg. Jeetje, Mina, weet je, als ik me dan al af moet vragen wie er hier naar streng is, en dan denkt hij helemaal van dat is mooi. Nog een keer, laat nog weer. Kun je je voorstellen hoe dat moet zijn? Oh, oh,
en al het oude bij je moeder. Waar komt nou dit gedrag in? Hoort dit? Ben een beetje pissen? Ben een beetje pissen? Echt wel, Piet. Kom op, pas hier in je sport. Wijn, weg, kalperen, sorry dat. Nu heb ik geen drie keer te vragen. Bent u begrepen, hè? Daar, hè. Halt aan, voor de jongen, in de jongen, naar buiten, naar buiten, naar buiten, naar buiten, en dan, door, trek, af. Nu. Komt zo op de grond? Je zit, naar buiten. Weet je, je gaat niet discussiëren met dat paard over waar we geloven worden. Jij bepaalt de regels, niemand anders dan dat. Links is links, rechts is rechts. Hop, hup, weg, weg. Super. Zeker. En kijken. Beter aan. Voeten goed. Langer dan naar de voeten in de beugel. Tik, tik. Naar buiten. 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 Naar buiten.